Goedemiddag allemaal, welkom bij de webinar Optimaal rendement uit grote grondgebonden PV-projecten. Mijn naam is Edwin Koot en we gaan het vandaag hebben over het optimaliseren van PV-systemen. Hoe haalt uw organisatie een optimaal financieel rendement uit bestaande PV-systemen? Wat is slimmer, zelf financieren of een PV-systeem in een operationeel lease nemen? Wat zijn de geleerde lessen uit de analyse van diverse financial due diligence trajecten van PV-projecten? En hoe kijken en denken banken eigenlijk en financiers over PV-projecten bij een overname? Waar kijken ze naar? Waar letten ze op? En wat zijn dan de meest voorkomende fouten en hoe kun je die vermijden? In deze gratis webinar geven experts van NTEC, DNVGL en NDP tips op basis van hun ervaringen in Nederland en andere landen. Een webinar interessant voor projectontwikkelaars, investeerders, financiers, projecteigenaren en eindklanten met een interesse in een eigen PV-project. Goed. Welkom bij dit webinar. We gaan eventjes door een korte presentatie van mijn kant heen. Voordat we naar het officiële programma beginnen. Voor de mensen die Solarplato nog niet kennen. Onze missie is om de energietransitie te versnellen. Om een positieve bijdrage aan de wereld te leveren. We zijn opgericht in 2004 alweer. Tijd vliegt. We hebben meer dan 85 events georganiseerd. High level events over de hele wereld. In meer dan 25 landen. En hebben een database met meer dan 50.000 mensen in beschikbaar als ons netwerk. Ik ben zelf begonnen in 1994 met zonne-energie. Altijd gekscherend, maar wel realiteit. Toen er nog pas 5 woningdaken met zonnepanelen in Nederland waren. Vele projecten gedaan als consultant, als organisator van events over de hele wereld. En vele conferenties voorgezeten. Maar goed, het gaat vandaag niet over mij. Het gaat over Nederland. Het gaat over de Nederlandse markt. We hebben meer dan 2000 megawatt aan PV in Nederland staan. En er zijn een aantal trends die interessant zijn om verder uit te diepen. Niet alleen tijdens dit webinar, maar ook tijdens de conferentie. Daar kom ik zo nog even op. We zien dat vroeger, en ik kan me dat nog goed herinneren, dat ging gewoon om over zonnepanelen zoveel mogelijk toepassen, vierkante meters realiseren. En tegenwoordig gaat het veel meer over het financieel rendement. Vroeger ging het over het bouwen en maken van PV-projecten en tegenwoordig is het onderhoud een steeds belangrijker element geworden. Want met onderhoud valt geld te besparen en dus ook geld te verdienen. Van de dakprojecten verhuizen we nu steeds meer naar grootschalige grondprojecten. En van de kilowattschaal zijn we nu naar de megawattschaal. En van eigendom krijgen we nu allerlei nieuwe modellen zoals lease. Er zijn dus nog wat veranderingen en daar gaan we het onder andere ook over hebben op de 9e editie alweer van de Solar Future NL, de grootste conferentie op het gebied van zonne-energie in Nederland. Het grote netwerk met de high level mensen en stakeholders. En we kunnen merken dat de markt in Nederland aan het boomen is, want we verwachten dit keer meer dan 200 deelnemers, weer meer dan vorig jaar. We hebben een interessant programma kunnen maken met 6 internationale keynotes. En we bespreken de trends, de strategische ontwikkelingen, maar vooral ook is dit event een ideaal platform om alle relevante spelers in de markt te ontmoeten. Zoals gezegd, high level, het niveau van de mensen die komen zijn C-level, directie, topmanagers, mensen in de top van de grote stakeholders en bedrijven die ertoe doen in de Nederlandse markt. Mocht u meer informatie willen over dit event, dan kunt u contact opnemen met Maria Fennis. Gegevens staan in beeld. En speciaal voor alle luisteraars van de webinar en de mensen die geregistreerd hebben, kunnen wij ook nog een 10% korting aanbieden bij deelname. Onthoud of schrijf het op. De kortingscode is WebinarNL. WebinarNL. En daarmee kunt u toegang krijgen tot de conferentie met 10% bij de registratie. Super keynotes. Ik haal dat al even aan. We zijn bijzonder blij en trots ook weer dat Michael Liebreich, denk een van de beste sprekers die wij in al onze events wereldwijd zijn tegengekomen, gaat spreken op de conferentie, de afsluitende keynote. Niet minder blij ben ik met Anton Milner, een van de founding fathers van zonne-energie in Europa, de oprichter van Q-Cells en nu managing director van IB Voogd. En Gerard Reed, een echte visionair, niet alleen op PV-gebied, maar ook op de aanpalende technologieën met storage, met electric vehicles, die zijn visie komt delen tijdens deze conferentie op 18 mei in Baren. Genoeg over de Solar Future. Nu over het programma van vandaag met de sprekers. U ziet ze hier in beeld. Dat zijn Peter Kolpaard, Remco Jonsma en Jasper Lemmens. En zij zijn van DNV,
Jasper, Entek, Peter Kolpaert en Remco van NDP, het Nationaal Duurzaamheidsplan. Zij gaan vandaag kennis met u delen. Na deze korte introductie van mijn kant beginnen we met Peter Kolpaert, die het gaat hebben over hoe je de cashflow van PV-systemen kunt verhogen met slimme monitoring. Dan gaan we het hebben over het financieel rendement door technische onderbouwing door Jasper Lemmens. En er staat hier nog steeds een R in beeld, maar dat moet een N zijn, Jasper Lemmens. Hij is technisch adviseur van DNVGL. En tot slot eindigen we met Remco Jonsma, die het gaat hebben over operational lease voor zonnestroom in de zakelijke markt. Even praktisch, voor mensen die nog niet gewend zijn aan een webinar deel te nemen. U kunt meedoen. We gaan ook een paar enquêtevragen stellen. Maar u kunt ook vragen insturen via de chatbox die aan de rechterzijde in uw menu terug te vinden is. En u kunt die vragen sturen. Er is een collega, Tom, die zit naast mij, die neemt al die vragen op. En ik beloof niet dat we alle vragen kunnen behandelen, want soms komen er te veel binnen. Maar schroom niet om interessante vragen voor een van de sprekers of voor alle sprekers in te sturen. Dan gaan we die zoveel mogelijk proberen met hen te beantwoorden. Na afloop worden alle sheets beschikbaar gesteld aan alle mensen die aan dit webinar voor dit webinar geregistreerd hebben. En de recordings zullen ook op de website blijvend op het internet achtergelaten worden. Dus je kunt altijd nog een keer de webinar naluisteren. Goed, dan ga ik graag nu over naar de eerste spreker. Dat is Peter Kolpaert. En ik ga even kijken of hij online is. Ik ga hem daarvoor. Peter, ben jij... Ja, hoor je mij? Inderdaad, ja. Inderdaad, ja. Oké, okay, blijf even hangen, want dan gaan we nu eerst jouw presentatie naar voren halen. En dan ga ik jou de... Als het goed is, Peter, kun jij nu de muis bedienen. Ja, en dat kun jij even checken. En kun jij ook sheets bedienen. Ja, als ik het zo zie. Ja, dat klopt. Dankjewel. Ja. Misschien kun je jezelf even kort introduceren. Ja. En dan geef ik jou nu graag het woord. Alsjeblieft. Dankjewel Edwin. Goedemiddag allemaal en welkom op deze webinar. Ik ben Peter Kolpaert. Ik ben oprichter, deels oprichter en sales manager bij Entek. Entek is vooral actief in België en nu ook kort links in Nederland. En wij zijn gespecialiseerd eigenlijk in het operationeel beheer van grote PV-installaties, meer bepaald naar monitoring en naar onderhoud. Entek zelf bouwt geen installaties. We zijn 100% gefocust in deze materie. Ik ga de volgende 10 minuutjes proberen heel kort en sumier toe te lichten hoe je inderdaad de cashflow of het rendement van een PV-installatie kan gaan oppompen als het ware. En ook een klein woordje over eventuele pitfalls bij O&M-contracten, meer specifiek naar onderhoudscontracten die worden afgesloten voor PV-installaties. Hoe kan je slimme monitoring het rendement verhogen met 3 tot 5%? Momenteel in de markt zie je vooral een standaard benadering naar monitoring en onderhoud toe. Het is een zekere ad hoc benadering. Men zal, nadat het systeem is opgeleverd, zal men inderdaad gaan naar fouten en incidenten. Men zal dat ad hoc oplossen. Dat geeft ook dikwijls langere doorlooptijd en is zeker niet proactief. Preventief onderhoud wordt ook dikwijls niet uitgevoerd. Terwijl preventief onderhoud heel belangrijk is, want dat is niet alleen naar rendementen toe, maar is ook vooral naar de langere doorlooptijd of de fysische staat van uw installatie, welke ook heel belangrijk is om te zorgen dat op verloop van tijd er niet te veel problemen komen. Een hoger rendement is niet enkel hogere opbrengsten of hogere yields, maar is ook een lagere OPEX. En om OPEX te beperken is het soms heel noodzakelijk om ook preventief onderhoud uit te voeren om erger te voorkomen. Bij deze standaard benadering kan je inderdaad spreken dat je eigenlijk naar een normaal rendement gaat. Maar wij geloven dat dit beter kan. Slimme monitoring heeft een hoger rendement. Dat begint eigenlijk, misschien een beetje raar, maar eigenlijk begint dit al bij het begin van het project, eigenlijk bij de bouw van het project, indien mogelijk. Veel mensen gaan investeren in PV-installaties en verwachten een zekere financiële return.
Uiteraard wordt die financiële return geborgd of geproduceerd door een technische installatie. En daar zit soms wel enige discrepantie tussen, de verwachtingen enerzijds en de mogelijkheid van de installatie. Meten is weten in deze en nog meer bepaald. Het is eigenlijk noodzakelijk om eerst je budgetten te gaan opstellen, zodat je een heel goed beeld hebt van wat je van je installatie kan verwachten, wat deze zal opbrengen en zodat je ook onmiddellijk kan bijsturen indien nodig, met andere woorden als de budgetten of de KPI's niet worden gehaald. Hoe ga je daarbij te werk? We gaan eigenlijk beginnen met eerst via een PV-sist. Aan de hand van de as-built gaan we eigenlijk een te verwachten productie gaan projecteren. PV-sist is eigenlijk een software ontwikkeld door de Universiteit van Genève en die gaat eigenlijk uw installatie virtueel gaan nabouwen aan de hand met kabelsecties, gebruikte panelen, werkelijk een totale virtueel simulatie van het systeem. Aan de hand van ingestraald licht zal men dan ook een projectie krijgen naar opbrengsten toe. Het is ook misschien nog een moment om eventueel indien nodig een bijsturing te doen in het design als het blijkt uit PV-sist dat iets niet altijd optimaal is. Hier kan je ook de vraag stellen, gaan we eigenlijk een projectie doen naar P90 of P50 en naar probability 19 of probability 50, waarbij je kan stellen dat de P90 altijd ietsje lager zal uitvallen dan de P50. Eens dat je dit hebt, dat je weet wat je systeem gaat genereren aan energie op jaarbasis, kan je eigenlijk naar het volgende gaan en ga je budgetten opmaken, of je KPI's. Hierbij gaan we eerst uitgaan van een financieel budget. Wat zal eruit komen naar inkomsten toe? Uiteraard moet je daar ook in functie van die budgetten een instralingsbudget gaan projecteren, samen met een kilowattuurbudget. Wat gaat het systeem produceren in kilowattuur? Eventueel een verbruikersbudget, daarmee bedoel ik van waar gaan de stromen naartoe gaan, hoe gaan we de energiestromen gaan valideren. En ook niet te vergeten, OPEX-budget. Het wordt soms een beetje minachtend of stiefmoederlijk behandeld, maar OPEX zal, en we zullen dat ook wel zien met de vraag straks, of met de projecties van straks, OPEX neemt steeds een grotere hap uit het budget ten opzichte van de CAPEX. Vroeger waren PV-installaties heel duur, momenteel zijn die prijzen zo aan het zakken en dat is een beetje communicerende vaten. Volgende stap, eens dat we onze financiële KPI's hebben, gaan we gaan naar onze technische KPI's. We gaan eigenlijk vergelijkingen gaan opstellen waarbij dat we kijken naar omvormers enerzijds, dus omvormers in een identieke configuratie moeten bijna dezelfde opbrengsten hebben. We gaan kijken naar PR's, zowel op site level als op omvormerniveau. En dan gaan we gaan kijken, gaan we budgetten of KPI's opmaken op availability. Als je al deze KPI's hebt, heb je eigenlijk een heel sterke set waarmee je in real time kan gaan kijken. Waarmee je in real time kan gaan kijken welke KPI's er worden gehaald of niet. Het is zelfs zo dat, zoals je hier ziet, dat je kan zien van oké, we hebben een PR vooropgesteld, we hebben een budget vooropgesteld en we hebben een actual availability. Dus hier zie je dat de actuele opbrengsten hoger zijn dan het budget dat vooropgesteld is. Uiteraard, je moet altijd het verhaal in zijn totaliteit zien, want dat is ook allemaal in functie van ingestraald licht. Zoals je hier kan zien, heb je eigenlijk een actuele productie in functie van een gebudgeteerde productie. Waarbij dat je ziet dat je eigenlijk hier in maart hoger zit met je actuele productie dan je budgetproductie. Dit is ook een fenomeen die we de laatste jaren meer zien, dat eigenlijk in, als je gaat naar budgetten gebaseerd op statistische gegevens, dat de laatste jaren in het voorjaar er eigenlijk hogere opbrengsten zijn dan verwacht. En dit is ook meestal terug te vinden in het feit dat er hogere instraling is. Toch kan je hier stellen dat de instraling, de actuele instraling, niet is wat er gebudgeteerd was. En toch was er een hogere opbrengst. Bij later controle was er gebleken dat er een probleem was met de lichtmeter. Vandaar dat wij ook bij Entex ook de data van lichtmeters gaan combineren met data van satelliet om nog een beter beeld te hebben. Hier kan je het ook heel mooi zien. Dit is een vergelijk van omvormer op site niveau, waarbij je eigenlijk kan stellen, deze KPI, je hebt een kilowatt pik die aangesloten is op een omvormer. Je hebt je installation, je hebt je budgetten.
En je kan eigenlijk perfect gaan zien hoe die omwonners gaan produceren. En enige deviaties kan je er direct uitpikken en gaan oplossen. In een standaard monitoring gaan dergelijke deviaties niet altijd opgemerkt worden. Een monitoring is een redelijk passief systeem. Dat gaat enkel gaan reageren op fouten die worden gegenereerd door het systeem, door alarmmeldingen. Maar een deviatie is niet noodzakelijk altijd een alarm. En het kan soms ook een onderliggende reden hebben die niet zo evident is. Volgende. Fouten in O&M-contracten. Wat wij vooral zien is, in tegenstelling tot EPC-contracten, zijn deze niet altijd even juridisch onderbouwd. Je kan het zelfs meer zeggen, sommige contracten zijn heel wazig. Het is niet altijd specifiek gedefinieerd wat de rechten en plichten zijn van beide partijen. Een typisch fenomeen dat wij ook soms zien is als een systeem wordt opgeleverd, is er 2 jaar systeemgarantie. Maar moet er ergens ook wel een monitoring zijn om te gaan kijken of dat systeem goed werkt. En dan krijg je soms al een conflict waarbij dat de eigenaar denkt van ja, u heeft nog systeemgarantie, dus u moet de monitoring ook maar doen. Dan kan ik weten of mijn systeem goed werkt. Dus dat is niet altijd even juridisch goed gedefinieerd. Er is ook altijd heel veel aandacht voor PR-garantie. Terwijl PR is niet altijd het belangrijkste voor uw systeem. Eerst en vooral PR is een redelijk complexe formule met heel wat variabelen. Je kan daar heel lange discussies over voeren wat de juiste PR is van het systeem en of deze al dan niet gehaald is en wiens schuld het is indien niet gehaald. Door de voortdurende focus op PR-garantie heb je ook het feit dat in sommige constellaties dat wat als PR gehaald is, moeten we nog iets doen, want we zitten goed, we hebben onze PR gehaald, dus er moet niet meer gebeuren. Wat met de levensduurte van de installatie? Zoals ik initieel al aangaf, door preventief onderhoud ga je sommige slijtagefouten snel genoeg detecteren voordat deze eigenlijk nog veel grotere schade veroorzaakt. Maar door telkens weer te gaan focussen op de PR en op de opbrengsten, wordt dat stukje soms vergeten. Wat dan kan nadien in jaar 10 of 12, we spreken over projecten met een heel lange doorlooptijd, kan problemen geven. Ook wat soms niet 100% gedefinieerd is, wat is juist de verantwoordelijkheid van de installateur, hè, of van degene die het onderhoud uitvoert. Je hebt systeemgaranties, je hebt opbrengstgaranties, je hebt productgaranties, zowel van omwonerfabrikanten als van PV-panelenproducenten. Dus dat geeft toch altijd een zekere frictie. Dus wij zullen toch wel aanraden dat wij zien dat er heel veel aandacht wordt besteed aan het EPC-contract zelf. Naar de bouw is meestal een heel dik boekje. Maar als je dan ziet wat er uiteindelijk wordt voor de komende 20 jaar, en als je ziet dat dat stuk meer naar kosten toe, naar OPEX groter en groter wordt, wordt daar eigenlijk te weinig goede afspraken over gemaakt. En dat zou wel moeten veranderen in de markt. Want je kan eigenlijk stellen, om echt een hoger rendement, moet je eigenlijk met twee factoren. Dat is enerzijds inderdaad uw yields gaan oppompen door slimme monitoring en door het werken met KPI's. Maar anderzijds is het ook uw OPEX naar beneden halen. En dat is toch wel een belangrijke wisselwerking, waarbij er soms te veel wordt gefocust op het ene en te weinig op het andere. Want we zitten toch in een sector waarin we eigenlijk doorlooptijden hebben van 25 jaar voor sommige systemen, maar dat is een heel lange periode. En er zal tussen nu en die 25 jaar nog heel wat veranderen, ook met de PV-installatie. Vandaar kunnen we er niet genoeg nadruk op leggen om die contracten heel goed voor te bereiden en heel goed op te volgen. Ik hoop dat dit een heel korte samenvatting is van hoe dat wij dat zien. Moesten er vragen zijn, ben ik zeker bereid om deze te beantwoorden. Dank u voor uw aandacht. Peter, dank je wel voor een goed verhaal. Dan gaan we lekker de diepte in over de optimalisatie van PV-projecten en PV-systemen en een goede monitoring. Ik denk dat je het belang goed hebt toegelicht. Er zijn een paar vragen binnengekomen, maar misschien kunnen we eerst, ik kijk even naar mijn collega, of we eerst even de poll question kunnen doen en om het publiek wat nog meer interactief te betrekken. Jij hebt een vraag voorbereid. Ik kijk even naar mijn over de OPEX en de CAPEX. Die, als het goed is, nu bij jullie in beeld staat. Ja. Daar kunnen mensen nu op antwoorden en dan gaan we zo de resultaten laten zien. Dus wat denken jullie, dat is de verhouding van OPEX en CAPEX in PV-projecten? Is dat 10%, 15%, 20% of 25%?
De antwoorden komen nu binnen. We wachten nog even totdat we zien dat een merendeel van de mensen heeft gestemd. Dan kunnen we daar misschien nog even over verder babbelen met Peter. En zijn jarenlange ervaring op dit gebied profiteren. En ik kijk even naar mijn collega of de meeste mensen nu hebben gestemd. Ja, dan gaan we, kunnen we in beeld brengen. Ah, jij moet meteen lachen, Peter. Ik denk dat de meerderheid het inderdaad wat te roze inziet. het is ja, ik zie inderdaad 10%, maar als we hier echt spreken over een verhaal van 25 jaar, laten we zeggen 20 tot 25 jaar, dan zal je toch all in toch ja, naar een verhaal gaan van 20%, vrees ik. 20% OPEX ja. Versus CAPEX. Ja, misschien nog even goed om dat toe te lichten van wat jij verstaat onder OPEX en, ja, inderdaad. En CAPEX. Inderdaad, eigenlijk kijken we nu naar een total cost of ownership, hè, waarin we zeggen van oké, okay, we starten, we bouwen een PV-generator en we gaan die 25 jaar lang uitbaten en dat die optimaal rendeert. Je moet natuurlijk wel een beetje zien, dit is gebaseerd op onze interne cijfers die we al jaren hebben. Je moet natuurlijk ook zien, we komen van een markt, als ik me niet vergis, het eerste systeem dat ik vroeger verkocht heb, in megawatt hebben wij verkocht destijds aan €3,99 per wattpiek. Hè? Terwijl nu wel een hele andere prijzen. Dus waar vroeger het stukje OPEX eigenlijk marginaal was, het onderhoud, in functie van de aankoopprijs, de CAPEX, is het natuurlijk volledig beginnen verschuiven. Hè? Wij zien ook wel, ik spreek over hier, over historische cijfers, wij hebben ook wel gezien dat door de prijzendruk die er destijds was in de markt, en ook de tijdsdruk, je moet niet vergeten, dat was destijds een zwaar gesubsidieerde markt, waarbij dat het subsidie om het half jaar veranderde, dus er was een heel grote tijdsdruk, was er natuurlijk ook kwalitatief meer problemen bij de installaties. En uiteraard zijn communicerende vaten, als er installaties gezet worden die onder tijdsdruk en onder gelddruk, ga je uiteraard een hogere CAPEX krijgen. Sorry, ga je uiteraard een hogere OPEX onderhoudskost krijgen in de toekomst. Hè. Ja. Maar dus jouw ervaringscijfer is eigenlijk nu dat het meer richting de 20% is. Ja, inderdaad. Maar dan spreek ik wel all in, dan spreek ik ook verlenging, dan spreek ik ook omvormers. Je moet sowieso over die looptijd gaan rekenen met omvormers die je moet vervangen, die uit garantie zijn. Uiteraard zitten die garanties in de aankoopprijs, ja, dan zit je met een misschien ietsje ander verhaal. Maar je zal toch nog altijd gerust rond de 20% zweven. Ja, in ieder geval is het zo dat de mensen die hebben luisteren, dat die het onderschatten, naar jouw mening. Dat is in ieder geval een heldere conclusie. Oké. Omdat ook nog heel even bij, wat we natuurlijk ook hebben, in die 20 jaar ga je nog andere kosten hebben, die niet noodzakelijk 100% gerelateerd zijn door malfunctie van je PV-installatie, maar ook door veranderde omgevingsfactoren en dergelijke. Dus dat zit er ook een beetje in. Oké, heb je daar een voorbeeld van? Zeker. Wat bijvoorbeeld een goed voorbeeld is. Je hebt een bedrijf, u legt je bedrijf vol met zonnepanelen. U gaat eigenlijk activiteiten gaan veranderen, waardoor u meer dakdoorvoeren nodig heeft en dergelijke. Op dat moment moet u eigenlijk weer een stuk gaan redesignen. Ja, helder. Er zijn een paar vragen binnengekomen, Peter. Wil ik toch even met je... Iemand vraagt P90 en P50, sprak je over in het begin van je presentatie. Kun je nog uitleggen wat dat is? Ja, dat is eigenlijk een term, dat is probability 90 en probability 50. Dat is eigenlijk een term dat wordt gebruikt om projecties te doen, zeker in onze sector. We gaan eigenlijk, als je een financieel rendement wil vooropstellen of een return on investment wil berekenen, moet je weten wat gaat dat systeem genereren. Dan haalt men eigenlijk, wij zijn afhankelijk van de zon, van het aantal uren zonlicht die we hebben. Dan gaat men eigenlijk gaan kijken in databases van ingestraald licht. En aan de hand daarvan gaat men zeggen, kijk, een probability 50, dat betekent dat je 50% kans hebt dat het deze cijfers zijn. Dat de zon zoveel gaat schijnen in de toekomst. Ja, ja. Probability 19, dan heb je 90% kans dat de zon zoveel energie zal genereren. Dus dat is eigenlijk de manier, want je kan natuurlijk uitgaan, ik heb mensen gehad die onderhoudscontracten hadden met opbrengstgaranties van 1100 kilowattuur per kilowattpiek, zwart op wit. Ja. Maar in functie van ingestraald licht van 1200 wattuur per vierkante meter, iets wat we hier zelden hebben. Dus vandaar, het staat zwart op wit, maar je had er nooit geen geld van zien.
Vandaar dat je eigenlijk moet uitgaan van een zekere hoeveelheid ingestraald licht en banken gaan geregeld werken met die P50 of P90 om zich op te baseren. Okay. Waarop zij uiteraard van het meest conservatieve model uitgaan en de investeerder meestal van het meest positieve model. Oké, okay. Er is nog een andere vraag binnengekomen, ook een toelichting of je dat kan geven op wat PR, performance ratio, ja. Wat, hoe jij dat, hoe jij dat definieert. Dat is een heel goede vraag. Vandaar dat ik ook in mijn presentatie eventjes de formule had ingestoken. Even kijken, jij kan hem niet meer bedienen. Ik had hem overgenomen, Peter. Okay, als je zegt welke pagina het staat. Het staat laatste pagina, denk ik. Nog een beetje naar beneden. Ja, inderdaad. Deze. Je ziet hem hier staan, ja. Dus eigenlijk, want ik moet hem ook altijd eventjes zien. Uw PR is eigenlijk het omzettingsvermogen van het licht... Het potentieel vermogen van het licht welke op je paneel valt. Je moet dus gaan kijken in. Je hebt enerzijds een lichtinval van een bepaald wattuur per vierkante meter. Dan moet je gaan kijken eigenlijk naar de oppervlakte van je panelen, bij manier van spreken. Dat je weet van hoeveel vierkante meter heb ik die panelen die dat licht ontvangen. En dan ga je eigenlijk gaan kijken naar al de verliezen die je opbouwt. Dat is iets wat je ook in PV-SYS gaat doen. Je gaat eigenlijk je celrendement hebben. Dan ga je verliezen hebben op warmte. Je gaat verliezen hebben op kabels. Je gaat verliezen hebben op omvormers. En eigenlijk het verschil tussen wat het equivalent van licht dat op je panelen valt en wat je er uiteindelijk uithaalt, is je performance ratio. Dus in theorie kan een performance ratio nooit meer dan 100% zijn. Helder. Ja. Oké, okay, nog één afsluitende vraag, Peter. Je memoreerde dat in je presentatie, dat triggerde mij een beetje. Je zei, je ziet een trend dat er in het voorjaar in algemene zin hogere opbrengsten komen. En toen vroeg ik me af, is dit het global warming effect? Want dat de voorjaren steeds zonniger worden. Ja, ik denk het wel, omdat je ook ziet, als je met verschillende databases werkt, gaat men eigenlijk gaan een projectie doen over 12 maanden en wij zien in de laatste 3 jaar, toch 4 jaar eigenlijk, dat we in het voorjaar, het is een beetje een verschuiving, dat we meer zonlicht hebben dan normaal en we zien dan ook dat soms de rendementen in de zomer ietsje minder zijn. Oké, okay, dat is een verschuiving. Dat is niet zo goed nieuws. Ja, inderdaad, maar het nadeel daarin is dat je eigenlijk wel in de zomer... meer uren licht hebt. Hè. En dat is een beetje wat... Het is niet dat het elkaar 100% compenseert, want in het voorjaar ga je inderdaad beter rendementen hebben, ook omdat de omgevingstemperatuur niet zo warm is. Hè. Dus je relatief rendement is goed, maar in absolute cijfers ga je iets lager zitten, omdat je eigenlijk maar minder uren licht hebt op zich. Ja. Maar het zou inderdaad kunnen dat het dan... logische verklaring is inderdaad volgens mij global warming. Peter, dankjewel voor je verhaal. Leuk. Blijf in het webinar. Misschien dat we het eind nog tijd hebben voor meer vragen. Ik ga je nu muten en dan ga ik de volgende spreker binnenhalen. Als het goed is, gaat hij even kijken of Jasper, ben jij daar? Kun je jezelf unmuten? Dan ga ik ondertussen jouw presentatie op het scherm toveren. Ben hier. Ja, blijf even hangen, Jasper, want wij moeten even jouw presentatie Oké, en jouw presentatie, dan ga ik jou nog even de controle over de muis geven. Ja. Okay. Jasper Lemmens met een N. Excuses Jasper voor de verkeerde aankondiging. Van DNVGL. Je kunt jezelf misschien best even introduceren en DNVGL toelichten. En dan het verhaal verder geven. Ga je gang. Oké, okay. Dankjewel Edwin. Goedemiddag aan iedereen in de webinar. Ik zie dat de plaatjes een beetje verkleurd zijn in de PDF vanuit de PowerPoint. Maar dat is dat terzijde. Even kijken. Ja, dus mijn bijdrage over optimaal rendement uit grote PV-projecten heeft ook een technische aspecten. En het focust zich ook op financieel rendement natuurlijk. Want je kunt optimaliseren energetisch of technisch, maar uiteindelijk, wat Peter ook al zei, financieel in de business case
zal het daarop aankomen. En nou, even kort over mezelf. Ik zit sinds 2010 in de zonne-energie sector voor DNVGL. En ik kom daarna dadelijk even terug op DNVGL. Wat ik eigenlijk vandaag ga behandelen, haakt een beetje in op wat Peter net ook heeft gezegd over de energieopbrengst. Een van die technische elementen is dus die effect heeft op het financieel rendement, is de energieproductie en de inschatting daarvan. En die loopt dus ook één op één met de opbrengsten. En je kunt je voorstellen, als je dus een paar procent verschil hebt in de energieopbrengst, vooraf of tijdens elektriciteitsproductie, dat die paar procent die hebben meteen effect op het rendement van je project in een business case model. Even kijken naar de volgende slide. Nog even klikken. Ja, dus als er nu mensen aan het kijken zijn die denken van DNVGL, waar heb je het ooit van gehoord? Want dat ken ik helemaal niet. Even een kort stukje geschiedenis. En zeker voor de mensen, dus in Nederland is het altijd goed makkelijk om te zeggen dat we vroeger GEMA waren. En DNVGL is in 2013 voorgekomen in de fusie tussen het Noorse DNV, de Norske Veritas, en Germanische Lloyds. En dat is een bedrijf internationaal van 11.000 mensen, opgedeeld in vier secties, waarvan DNVGL Energy één van is. Dus zo'n 2500 man wereldwijd energie en energy. En daarvan zijn er dan weer meer dan 150 actief op zonne-energie. En met die collega's werk ik dagelijks samen in verschillende PV-projecten. Jasper? Ja? Jasper, ja, soms het geluid lijkt soms in niveau open neer te gaan. Misschien komt het omdat je niet altijd helemaal gericht bent op de microfoon. Misschien kun je er even op letten. Oh, soms, ja, ik zal kijken wat ik kan doen. Oké, okay, dankjewel. Ik ging mijn microfoon praten waar ik denk dat die is. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. De volgende, ja, dus wat ik eigenlijk wil dus laten zien in de PowerPoint is eerst de bovenste vijf blokjes, namelijk dat wij die technische elementen in een PV-systeem, die kun je bekijken in een gedurende de hele projectlevenscyclus. Dat begint vooraan bij de haalbaarheid. Het gaat vervolgens over in de ontwikkeling, development. Hè. Dus van een project ga je vervolgens naar de engineering, construction en operation fase. En wat ik dan zeg is van, nou, zijn op al die punten komen er technische elementen terug waarin je dus onderzoek doet naar je PV-systeem. Sommige elementen kunnen vaker terugkomen. Hè. Bijvoorbeeld dus die energy production assessment, hè, de productieanalyse. Die doe je tijdens de haalbaarheid, tijdens de ontwikkeling, maar ook gewoon nog een keer tijdens de gebruik van de operation van het systeem. En steeds meer, en ieder stap komt er eigenlijk meer detail bij. En dat is iets wat ik wil benadrukken, steeds als je meer details toevoegt, dan komt dat de nauwkeurigheid ten goede. En wat ik dus vandaag op de Energy Production Assessment focus, ja, die zie je ook terug in de project due diligence. Dit zijn onderaan bij de engineering, onderaan bij operation. Dat zijn zeg maar ook momenten waarop je nog eens kijkt naar de energieproductie die je in de toekomst ziet, samen met andere technische aspecten van het project. Daarover ook meer in de conferentie. Ook dit plaatje is niet helemaal goed gegaan. Het zou ook wit moeten zijn, wat nu zwart is, in ieder geval bij mij. Ik begin namelijk over de energieproductieanalyse. Dat begint al bij de zonneinstraling, ook wat Peter net zei. Om even kort te gaan, de instraling is overal ter wereld anders. Er is een constante solar constant, dat die tekst is even weggevallen, die ongeveer 1370 watts per vierkante meter, wat er vanuit de zon richting aarde komt. En doordat die stralen verspreid worden over een grote oppervlak, bijvoorbeeld in Nederland ten opzichte van de Evenaar,
is er minder instraling. En dat is zeg maar de instraling op het horizontale vlak. In het Engels ook wel global horizontal irradiation. En dat is een bepaalde waarde van zeg maar kilowattuur per vierkante meter per jaar. Op basis waarvan je gaat simuleren en bepalen wat de elektriciteitsopbrengst van het systeem kan zijn. En wat ik dan vervolgens laat zien is dat er hier zijn verschillende databronnen die je daarvoor kunt gebruiken. Bronnen en ook binnen de technologieën. En het gaat allemaal om de onzekerheid van bepaalde van de data. Dus de instralingsdata, dat is een gemiddelde van wel 20 jaar instraling. Zeg maar. Daar komt één waarde uit, maar die waarde is onderhevig aan een bepaalde onzekerheid en een bepaalde bandbreedte van die data. Je kunt kijken naar satellietdata, die is de meest eenvoudige om te krijgen. En die heeft een onzekerheid van 10 tot 12%. Een volgende stap, wat iets nauwkeuriger is, is als je de grondgebonden weerstations, bijvoorbeeld van de KNMI, gebruikt en die met elkaar vergelijkt. Dan kun je interpoleren bijvoorbeeld ook op de locatie die van jouw systeem. Maar wat we eigenlijk ook zeggen, maar als je weet wat je een groot systeem gaat ontwikkelen of realiseren, probeer zo snel mogelijk op die locatie metingen te gaan doen aan de zonneinstraling, aan de temperatuur. Want daarmee verklein je de onzekerheid van de zoninstraling die je gaat gebruiken tot 2 tot 5%. En dat heeft gewoon grote gevolgen op effecten ook op de waardes die je zult vinden voor de P50 en de P90, hè, wat we net geleerd hebben, die je kan hanteren in je business case model. Een ander dingetje is nog ook de tijdspannen van je dataset. Daar, ook wat we net zeiden van de afgelopen jaren, zie je wat hogere instraling. Dus als je, er zijn verschillende leveranciers, om het even te noemen, van die data. En wij gebruiken binnen DNGVGL ook de meest recente databronnen. Dat kost wat investering, een paar honderd euro. Maar daardoor is zeg maar de absolute waarde van de instraling, die gemiddeld, is iets hoger. Als dat je bijvoorbeeld Meteonorm standaard data gebruikt die in PV-systems gebruikt, die gaat tot 2010. En dus dat is nog een klein voordeeltje wat je kan halen. Maar het grootste zit hem voornamelijk in de onzekerheid van data. Nou, de volgende. Dit gaat dus eigenlijk over de financiële effect van die onzekerheid. En dan wil ik dus ook even nog iets meer uitleggen over die P50 en die P90. Dit gaat voornamelijk ook over als je hebt over projectfinanciering of een externe financier. Die wat een risicomarge zo gezegd in wil bouwen. Dus er is er altijd een kans dat je minder instraling hebt of opbrengsten dan gemiddeld. En daarvoor worden er dus die P90 of P99 of P75 waardes gebruikt. En wat je hier ziet, is op zich is niet heel makkelijk. Op de horizontale as staat die jaarlijkse energieproductie. Die je verwacht met het gemiddelde, dus die P50. En als je door twee verschillende databronnen, dus bijvoorbeeld met die groene is met een hoge onzekerheid en de blauwe is met een kleinere onzekerheid, dan zie je dat de standaarddeviatie, de sigma's, verschillen. En daarmee dus ook de waardes voor je P99 of je P90 zoals je wilt. Die verschuiven daarmee. Dus als je in staat bent om een dataset te gebruiken met een hogere nauwkeurigheid, dan schuift deze P-waarde, dus de productie, die schuift op naar boven toe. En dat kan dus echt wel verschillende procenten schelen. En waarmee je business case echt een stuk rooskleuriger eruit kan gaan zien. En om dit dan in een praktijkproject te laten zien wat voor waardes dat zouden kunnen zijn, heb ik hier rechtsboven wat waardes van het project neergezet. Voor een P50, die was zeg maar meer dan 42.000 megawattuur per jaar. En die gaat dan naar een P90 van 38.000
megawattuur. Dus dat is dan het getal wat in het financiële model ingevuld wordt. En waarop dan het rendement van een project en een business case wordt bepaald als P90 wordt gebruikt. Wat dus vaak gebeurt bij banken of bij externe financiers. En ja, dus dat is dat. En dan heb ik het nu eigenlijk steeds gehad over de instraling. Laatste stap is ook weer dat het simuleren van de daadwerkelijke elektriciteitsproductie. Ook de EVGL gebruikt PVSYST daarvoor. Dat is dus inderdaad een heel veel gebruikt programma in de markt. En het is ook een vrij uitgebreid programma. Er zijn heel veel gegevens die je kunt invullen en heel veel factoren waar je over na moet denken. En binnen DWGL hebben we daar gewoon heel veel ervaring mee, omdat we hebben meer dan 2000 projecten, grootschalige projecten dus, gedaan, met wel 20 gigawatt totaal aan capaciteit. Dus als je ook kijkt, wat Peter ook zei, al die verliesfactoren, kijk, laat ik zeggen, dit is een soort van een verliesdiagram. Je begint met de instraling, vervolgens win je nog wat doordat de modules onder een hoek staan. En op een gegeven moment komt het elektrische omzetting en daarna komen de elektrische verliezen. En met al die verliezen zul je rekening mee moeten houden. En ook daarmee komen onzekerheden kijken. Zoals ik hier neer heb gezet, rechts de dataset, maar ook het feit dat je het simuleert, de technologie. Dus je kiest wel exacte panelen en omvormers en transformatoren die zijn gebruikt in het project, maar ook daarvan blijft het uiteindelijk een aanname voor allerlei parameters. Beschaduwing, vervuiling, beschikbaarheid, dat zijn ook zijn zeker van tevoren dat parameters die je moet inschatten, waar je nooit zeker van bent hoeveel het zal zijn. Is het 1% vervuiling, is het 2%, is de beschikbaarheid 99%, 98%. Dus dan zitten daar wat onzekerheden in. Dus ook die nemen we mee om uiteindelijk bij de productie van het systeem, wat wij verwachten, daar een bandbreedte aan te kunnen geven. En ik kan hier ook nog even iets zeggen over de performance ratio, die Peter ook noemde. En dat is dus feitelijk de verhouding tussen de energie die geïnjecteerd wordt in het netwerk en deze energie die theoretisch door de modules geproduceerd wordt naar het elektrisch rendement van de modules. Dus dat is in kort nog iets over deze methodes die we daarvoor gebruiken. Wat ik eigenlijk dus wil concluderen is dat je eigenlijk dat de inschatting van je energieproductie vanaf het begin, vanaf de eerste haalbaarheid tot en met de levensduur van het project, een grote impact heeft op de business case en op het rendement. Maar je kunt het optimaliseren. Waardoor je de nauwkeurigheid verbetert, de onzekerheid reduceert en dus beter financieel rendement hebt. En ja, het is goed te benadrukken dat dit dus terugkomt in al die stappen van de projectlevenscyclus. En aan de andere kant is dit natuurlijk ook maar één element van het hele PV-project. Je kunt ook optimaliseren richting andere technische aspecten, zoals het ontwerp, de kosten, de kwaliteit, ook contractueel. Zijn er allerlei zaken te winnen. En dat is even wat ik dus kort iets de diepte in wil gaan heb gegaan wat betreft de energieproductieanalyse. Daar wilde ik even voor laten bij nu. Dank u wel. Oké, Jasper, dank je wel. Helder verhaal, duidelijk aangeeft wat het belang is van goede datasets. Je gaf het al even aan. Want welke, kun je dat nog een keer zeggen van welke sets jullie zelf werken als jullie projecten analyseren? Ja, dus dan gebruiken wij data van SolarGIS. Die is commercieel verkrijgbaar en dan specifiek voor de exacte coördinaten van het PV-project in onderzoek. En die heeft dus ook de meest recente tijdseries tot aan afgelopen maand, zeg maar. Ja,
En jij gaf al aan, hè, dus al, dat dat een impact kan hebben van een paar procent over op het eindresultaat, op het verwachte financieel rendement, als je welke dataset je gebruikt. Een paar procent, dan praten we over significante bedragen. Ja, ja, je ziet gewoon dat sommige projecten gewoon een hele krappe business case kennen. Dat zijn zelfs projecten die in 2014 al gegund zijn met een relatief hoge subsidies. Maar ook recente projecten dus. En dat komt er dus eigenlijk voor. Doordat je dus begint met aannames in een in je business case. En doordat je steeds meer detail toevoegt, ja, dat meestal ten koste van je business case, omdat je erachter komt van oh, dit is iets duurder geworden, de netwerkaansluiting. Oh, dat gaat me toch wat meer kosten dan ik had gedacht. Zo zitten er eigenlijk steeds wat puntjes in die daarvoor zorgen. Dus als je dus op een gegeven moment op de nul zit, bij wijze van spreken, of daaronder, dan kan het dus echt het verschil maken. Dus dat je die paar procent wint. Ja. Even kijken, er komen nog vragen binnen. Als de performance ratio is gebaseerd op de energie die het netwerk opgaat, hè, wat injected is in de grid, wat jij zei, wordt het eigen verbruik dan buiten beschouwing gelaten? Nee, die nemen wij ook mee. Dus wat we typisch doen, en dan moet je dus goed nadenken waar wordt het eigen gebruik gedefinieerd. Voor SDE-projecten hangt er echt af van waar de meter zit. Ziet veel dat de meter net achter de onboard hangt, dat is dan zo. Maar de verkoop van je energie, die zit bijvoorbeeld aan de netwerkaansluiting daadwerkelijk bij het inkoopstation. Daar zit dan nog een transformator tussen, die heeft wat meer verliezen, dat kost je ook wat procenten. Dus dat is een minder energie die daar dan weer ingaat. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een eigen verbruik, dus wat is het waard? Stel je hebt een bedrijf, productielocatie en je hebt je eigen verbruik, die elektriciteit is natuurlijk meer waard dan wat je verkoopt op de elektriciteitsmarkt. Omdat je gewoon die kosten bespaart, mag je die ook rekenen. Ja. Ik vroeg me af van banken die als die een project beoordelen, financieel beoordelen, waar werken zij mee? Met een P90, P50? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat vaak P90. En het hangt daar van per financier een beetje van af wat voor risico zij willen nemen of lopen in zo'n project, of hoe zij dat zien, dat risico. Bijvoorbeeld wat meer risicovollere investeerders, die kunnen bijvoorbeeld ook wel eens op een P75 afgaan of zelfs een P50. Dan heb je het echt over kapitaalverstrekkers met risicokapitaal. Maar echte banken, wat vaak in projectfinanciering het grootste gedeelte, dus zeg maar 80-90% van de investering is, zien we toch vaak op P90. Ja, maar niet een P99. Nee, dat is in het voorbeeld, die infographic heb ik die wel P99, maar in de praktijk zie je dat niet zoveel. En het verschil, zeg maar, gaat in energieopbrengst. Absoluut, de waarde gaat vrij snel. Dus P99 kan 6% schelen in de absolute energieopbrengst. En de P90, als je die dus optimaliseert door de onzekerheid te verlagen, gaat het ongeveer om 3%. Ja, ja. Oké, kwam nog een vraag binnen die dus nog even ter verduidelijking over die performance ratio. De PR is het dan dus het eigen verbruik met de stroom die is geïnjecteerd in het grid samen? Ja. Performance ratio is toch per definitie technisch... Het eigen verbruik halen we daar natuurlijk niet van af. Dus dat is gewoon, dat gaat zegt alleen iets over de productie van het systeem. En wie dan wat gebruikt of verbruikt, dat staat er dan vrij los van. Nee, oké, helder. Prima Jasper, ik heb verder geen vragen. Even kijken we naar mijn collega of nog andere vragen zijn binnengekomen. Nee, niet op dit moment. Dankjewel voor je verhaal. Blijf aan de lijn, zou ik zeggen, want we dadelijk hebben we misschien nog andere vragen die binnenkomen. Oké, dan gaan we van Jasper naar de volgende spreker. En dat is Remco Jongsma van NDP. Remco, jij bent er? Ja, ik ben er zeker. Goedemiddag.
Hallo Remco. Ik ga jou even de presentatie voor jou op het scherm toveren. Oké. Oké. Jij hebt, als het goed is, Remco, nu ook controle over de muis. Ja, zal ik even checken. Ja. Oké. Introduceer jezelf en take it away. Perfect, dankjewel Edwin Coats. Mijn naam is Remco Jongsma. Ik werk voor de firma National Duurzaamheidsplan. Wij zijn een start-up, begonnen in 2016. Wij concentreren ons volledig op de zakelijke markt. Op basis van een operationele leaseconstructie verkopen wij onze zonnestroomprojecten. Onze expertise en know-how komt vanuit de partner Solar Energy. Dat is een bedrijf leverancier en de groothandel van zonnepanelen, sinds 2003 actief. Zit in Poeldijk, Solar NRG. Onze projecten die we nu hebben op basis van de SD's die wij beschikt hebben gekregen, die zitten in de startfase. Wat ik jullie vandaag wil gaan vertellen, zijn de volgende vier punten. Hoe werkt de leaseconstructie? Daar ga ik echt de diepte in. Kun je zeggen over leasen in vergelijking met het alternatief zelf investeren of niks doen? Ga je stroom blijven kopen? Daar ga ik op in. Het kernbegrip van onze investeringsanalyse uiteraard mede-inkoop. Energiekosten, daar wil ik wat over gaan zeggen. En tot slot, wat kunnen de luisteraars klanten die een SD-beschikking hebben, wat kunnen wij voor als Nationaal Duurzaamheidsplan voor deze klanten betekenen? Laat ik beginnen met een concrete casus. Voor jullie zien jullie een dak van een groothandel in fruit en groenten in het Westlandgebied. Het is een groot dak, 6000 vierkante meters. En op dit dak passen in totaal, gaan we plaatsen voor de klant, 3100 panelen. En deze klant die heeft een verbruik van 1,3 miljoen kilowattuur op jaarbasis. Nou, dat is aanzienlijk voor zo'n dak. Het komt omdat zij onder het dak gebruik maken van koelcellen onder andere. Wat is nou de basis van het leasebedrag zoals wij dat voor deze klant berekenen? Daar wil ik jullie in meenemen. Het leasebedrag baseren wij op het correctiebedrag zoals dat wordt gehanteerd in de SDE-regeling. Dat is namelijk de prijs voor de grijze markt. De gemiddelde prijs die wordt vastgelegd voor een jaar. En aangezien dat ook vastgelegd wordt door de SDE, volgen wij dat advies. Dus dat is de basis van de opbouw van ons leasebedrag. Bovenop die correctiebedrag doen wij een opslag voor de services die wij als NDP leveren. Als je uitgaat van een correctiebedrag van 4,4 cent, in dit geval voorlopig correctiebedrag, en daar optelt de NDP-opslag van 2 cent, betaalt de klant per kilowattuur geproduceerde stroom 6,4 kilowattuur. Deze installatie, die 3100 panelen op dat dak van deze klant, volgens de berekeningen zoals wij die uitvoeren, uiteraard rekening houden met alle technische aspecten, oriëntatie en locatie van deze installatie, produceert op jaarbasis ruim 724.000 kilowattuur. Dus als je die twee met elkaar vermenigvuldigt, hè, de klant betaalt 6,4 maal de productie, krijg je een leasebedrag vast op jaarbasis van 46.361.000 euro. Dat bedrag wordt wel dan jaarlijks aangepast. De variabele component is, zoals in het begin gezegd, correctiebedrag, wat wordt vastgesteld vanuit de SDE-regeling. Dan kom ik bij het volgende. Wat spreken wij dan af met de klant? Een klant gaat een overeenkomst met ons aan. Die doet dat met de volgende afspraken die we erover maken. De eerste is dat de SDE wordt aangevraagd op naam van het Nationaal Duurzaamheidsplan. Dus wij exploiteren de installatie en dat is ook een richtlijn van het
RVO, dat dan de SDE uitgekeerd moet worden aan degene die het, de exploitatie voor zijn rekening neemt. Het tweede is dat wij een overeenkomst aangaan voor de periode van 15 jaar. Exact zo gelijk aan de SDE-looptijd voor zon-PV. Dus dat is een lange termijn overeenkomst die voor het leveren van de zonnepanelen voor 15 jaar. Ander belangrijk punt is, na 15 jaar spreken wij gelijk af dat de installatie kan worden overgenomen voor een restwaarde van 1 keer het leasebedrag. De klant die betaalt dus in feite 16 jaar het leasebedrag voor de gehele installatie. Wat wij daarvoor doen is, het enige wat de klant betaalt is het leasebedrag. Wij betalen voor de rest al het onderhoud, reparaties, omvormers die in de periode kapot gaan, uiteraard verzekeringen. Dus wij exploiteren de installatie volledig en daarmee ontzorgen wij de klant. Wat wel belangrijk is, is dat in deze setup de klant de installatie gebruikt om zijn eigen stroom op te wekken. Dat heeft te maken met dat je fiscaal gezien de energiebelasting niet wil gaan in rekening wil gaan brengen. Daar kom ik later op terug. Als je dan kijkt naar als de klant overgaat op een leaseovereenkomst, hoe verhouden zich de leasekosten ten aanzien van de prijs van grijze stroom die ze normaal hadden betaald? In de volgende grafiek zie je twee lijnen. De rode lijn is de prijs vast op jaarbasis. Dat is het leasebedrag. De blauwe lijn is de lijn van de variabele kosten die de klant zou hebben betaald bij een bepaald verbruik. En heel belangrijk in deze grafiek, onderin staan percentages. Dat is het percentage eigen verbruik wat de klant realiseert uit de productieinstallatie. En wij maken uiteraard een berekening voor de klant. Wat is nou de inschatting van het eigen verbruik van deze installatie? Dat doen wij, dat hebben de vorige presentatoren ook toegelicht op basis van beschikbare data, KMI onder andere. En dat koppelen we aan de kwartiergegevens van verbruik van de klant. En op die manier kunnen wij bij benadering aangeven waar wij verwachten dat het eigen verbruik van de klant ligt. En wat dan ook de bandbreedte is van het risico wat de klant neemt. In dit geval hebben we een bandbreedte van 6% plus en min op basis van ervaringscijfers zoals wij die hebben met installaties die wij geïnstalleerd hebben. Dus dat is het verschil. En je ziet aan de rechterkant dat als de installatie meer produceert dan verwacht, dat de klant voordeliger uit is. Links zie je dat de klant voordeliger uit zou zijn geweest als ze zelf had ingekocht in het scenario dat hij minder produceert. Hoe kan ik dan een investeringsbeslissing zelf investeren vergelijken met leasen? Nou, ik zal beginnen bij zelf investeren van deze casus. Dus een investering van bijna 800.000 euro. Dat levert een terugverdientijd op van 10 jaar. Bij in dit geval een inschatting van een investering met 100% eigen vermogen. Dat levert ook op basis van de tarief uiteraard die de klant betaalt, een rendement, een projectrendement, intern rekenrendement op van 6,3%. Nou kan ik dat niet één op één cijfermatig vergelijken met leasen, omdat leasen heb je niet een investering voor de klant met terugverdiensten. Dus wat ik wil doen is hier de beweegredenen neerzetten, de voordelen van leasen versus zelf investeren, ook versus het alternatief grijze stroom inkopen. Het grootste voordeel van leasen is dat de klant het vermogen wat hij normaal in de installatie zou stoppen volledig vrijhoudt. Dus in dit geval gaat het om, afhankelijk van hoeveel eigen vermogen je erin stond, maar mogelijk tot maximaal 800.000 euro. Daar kun je dus nog je eigen investering op draaien en je eigen rendement. Dus dat is wel het voordeel van
leasen, waarbij je die kosten dus niet vastlegt, dat vermogen niet vastlegt. Het tweede hele belangrijke voordeel is dat op het moment dat je gaat leasen, en wij maken gebruik van SDE, wij deels met de SDE die wij ontvangen, de installatie kunnen financieren voor de klant. Dus de klant maakt gebruik van het voordeel van SDE en realiseert daarmee eigenlijk deels de betaling van het systeem, wat uiteindelijk van hemzelf is. Derde belangrijke voordeel, en dat is vooral in vergelijking met de beslissing, ga ik wel zonnepanelen doen of niet, dus schijf blijven inkopen. Hoe eerder ze beslissen om te gaan leasen, hoe eerder ze beginnen met het terugverdienen. Want leasen versus stroom inkopen is een verschil van je investeert in een installatie met een leasebedrag of je geeft alleen maar kosten uit. En hoe langer je de beslissing uitstelt, hoe meer terugverdienjaren je eigenlijk verliest. En tot slot uiteraard, hoofd de reden, je kunt je organisatie verduurzamen zonder dat je daarvoor zelf hoeft te investeren. Dus dat zijn even de voordelen van leasen op een rijtje. Dan heb ik het ook gehad over de analyse van de energiekosten en dan wat we dan noemen de vermeden inkopen van een investering in zonnepanelen. Dit is voor ons natuurlijk het belangrijkste begrip, want hoe hoger het financiële begrip in dit geval, hoe hoger het tarief dat de klant op dit moment betaalt, hoe gunstiger het project wordt. En als je kijkt naar vermeden inkopen, dan vragen we de facturen op van de klant. In dit geval is dit een factuur uit 2016. Ik heb omwille van privacy de tarieven die de klant betaalt weggelaten. Maar de bovenste gele vlak, dat zijn de tarieven per kilowattuur. Dat zit in een bandbreedte van 3, misschien iets onder tot en met 5,5 cent per kilowattuur. Dat is wat de markt op dit moment doet. Maar heel belangrijk, daaronder, daar liggen ook de heffingen die de overheid toepast. En het gaat misschien om centen per kilowattuur, maar dat zijn wel hele belangrijke centen die wij willen vermijden qua inkopen, waardoor je een goed projectrendement realiseert. Nou, tweede factuur waar we uiteraard naar kijken, ook hier weer de tarieven weggelaten voor privacy, is de factuur van de netbeheerder. En daar betaal je ook voor het verbruik van energie, centen weliswaar, maar hele belangrijke centen om het terugverdien te houden, te realiseren. Waarom zeg ik dit? Dit is uiteraard een basisanalyse die we maken voor de klant, maar wat blijkt in de praktijk? De klant kan hier veel meer mee. Dus wij willen de klant ook stimuleren om een energieadviseur hier naar te laten kijken. En de inkoop bijvoorbeeld optimaliseren, bestaande contracten te heroriënteren, zodat je maar meer kosten kunt besparen. Daar rekenen we niet mee, maar we zien wel in de praktijk dat je daar nog aanzienlijke besparingen kunt realiseren. Ik noem als voorbeeld de kosten van meters, die je uiteindelijk toch nodig hebt, vanwege de bruto productiemeters. In de praktijk, is dat een factuur die ondergesneeuwd raakt en waar je nog aanzienlijke voordeel kan behalen. Tot slot, wat kunnen wij betekenen voor klanten die nu al een SDE hebben? De Rijksdienst voor Ondernemen Nederland is huiverig ten aanzien van het op andermans naam zetten van SDE beschikkingen in de fase waarin het project nog niet is uitgevoerd. Dus je zou om een verzoek kunnen vragen om het open te zetten, maar we hebben een beter voorstel wat in principe in lijn is ook met de belangen van het RVO. Dat wij het project gaan realiseren op naam van de partij die de beschikking heeft. Uiteraard zullen we daar een overeenkomst voor aangaan met deze partij. Maar de basis is dat wij vanuit het Nationaal Duurzaamheidsplan dan het project mogen uitvoeren en ook kunnen gaan financieren. Op basis van een goede onderliggende overeenkomst met de partij die de SDE beschikking heeft. En we zorgen ervoor dan dat het project volledig gerealiseerd en aangesloten wordt en exploitabel is. Dus op het moment dat de SDE ontvangen worden,
en het project in principe volledig in exploitatiefase zit, dan zullen wij een verzoek indienen voor administratieve wijziging. En op die manier het project overschrijven op opname van NDP. En dat is dus een methode om met een SDE-beschikking die op naam van iemand anders staat, het project toch in een lease-constructie uiteindelijk te gaan uitvoeren. Dit was mijn presentatie. Dankjewel, Edwin. Heel goed, Remco. Dankjewel. Met een interessante business case. Er zijn een aantal vragen binnengekomen, maar misschien voor die tijd even leuk om nog een poll question te doen. Ik kijk even naar mijn collega of we die kunnen. Ja, wat is naar de mening van onze luisteraars financieel aantrekkelijker? Is dat een PV-systeem in eigendom of dat is dan toch een PV-systeem in een operational lease? En daar kan nu op gestemd worden. Kijken hoe jouw verhaal ook geland is en hoe de mensen in de zaal, in de virtuele zaal, hier tegenaan kijken. Kijk, en de antwoorden komen nog binnen. Ja, ik denk dat we het al op het scherm kunnen laten zien. 64% zegt een PV-systeem in eigendom is toch financieel aantrekkelijker. En 36% denkt dat een operational lease aantrekkelijker is. Zijn dit cijfers die jou verbazen, Remco? Nou, ik vind het wel positief. In de markt zie ik dat operational lease eigenlijk nog onbekend is. Ja. En sommige partijen zeggen dat ze het helemaal niet overwegen. Ik vind al heel wat dat het een alternatief is. En de vraag beantwoorden kan uiteindelijk alleen maar het bedrijf zelf. Ja, ja, jij gaf in je voorbeeld al dat rendement van 6,3% aan. En dat is, ja, dan denk ik dat is eigenlijk misschien best wel een goed rendement als je kijkt naar wat er tegenwoordig met het geld mogelijk is. In ieder geval op de bank. Dus als je dat als eigen vermogen hebt, is het niet slecht. Maar wat zou je ermee, ja, wat kun je ermee doen als je daar in operational lease dat geld overhoudt? Als het goed is, zal die bedrijfsactiviteiten meer rendement moeten opleveren dan dat. Dus dan ja, zou, je hebt meer kennis van zaken. Het is je core business waar je je geld in stopt en niet je non-core middelen. Ja, oké. Okay, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Misschien kunnen we even beginnen met de bovenste vraag die ik zie is... moet de klant nu ook energiebelasting betalen in die operational lease case? Nee, energiebelasting hoeft hij niet te betalen over het deel wat hij niet inkoopt op de grijze markt. Dus over het deel wat wij leveren, ja, dat zeg ik goed, over het deel wat hij zelf produceert, hoeft hij zelf geen energiebelasting te betalen. Oké, okay. En dit is ook allemaal met de fiscus afgestemd? Ja. Dit is allemaal fiscaal inderdaad gecheckt en dat heeft te maken met dat dit inderdaad een installatie is die hij leest, de klant leest de installatie van ons en produceert daarmee zijn eigen stroom. Dat houdt ook in dat het risico van verbruik wat varieert bij de klant ligt. Oké, okay, nog een insider vraag. Iemand die zegt, als je je aanbod van een operational lease doet en een restwaarde al afspreekt, is dat dan volgens boekhoudkundige richtlijnen niet een financial lease? Hoe zien jullie dat? Ja, dat is inderdaad wel een insider vraag. Dat is niet een vraag die ik eerder getackled heb. Oké. Okay. Kijk, de insteek is heel nadrukkelijk niet financial lease, want dan ben je een financieel product aan het verkopen. Ja. En de insteek, moet ik wel zeggen, dat is misschien een algemeen antwoord op deze vraag, is wij willen dit soort projecten natuurlijk realiseren met een klant. Gaat een lange termijn relatie aan met ons, dus dan moet het ook helemaal transparant. En daar ligt wel de oplossing. Kijk, je hebt klanten die willen... wij spreken alles in een leasebedrag betalen en geen restwaarde. Dus dat is allemaal maatwerken oplosbaar. Maar ik neem deze vraag mee binnen mijn eigen organisatie. Oké. Okay. Even kijken. Krijgt de klant ook nog een vergoeding voor zijn dak of het land wat hij beschikbaar stelt?
Ja, dat waren wel de constructies die in het verleden met de hoge SDE's vaak doorgerekend werden. Maar in onze constructie, zoals wij hem hanteren, is er geen sprake van dakhuur of vergoeding voor het dak. Ja, en iemand vraagt of deze vorm van leasing off balance is voor de klant. Ja, dat is een interessante vraag. Er zijn casussen bekend waarbij je onder de internationale accountingstandaarden die het bedrijf zichzelf opleggen, de operationele lease als een lange termijn verplichting moet opnemen. Wij zijn van mening met ondersteuning van specialisten dat je, omdat je energiebehoefte hebt, dat in principe geen lange termijn verplichting is, want dan zou je energiebehoefte ook op de balans moeten zetten als lange termijn verplichting. En we kunnen daar een casus voor opbouwen met deze specialisten. Maar bij internationale bedrijven hebben we deze vraag wel een keer moeten tackelen. Oké, helder. Een andere vraag die binnenkomt. Moet er bij de lange termijn plan rekening worden gehouden met veranderingen voor de netbeheerder? Die extra kosten krijgt aan het heen en weer transport, maar minder inkomsten genereert. Omdat jullie de eigen productie die niet gebruiken en die dus niet meer van het net komt. En wie neemt dat risico eigenlijk voor zijn rekening? Ja, we gaan uit van een casus waarbij de klant produceert voor eigen verbruik. Ja. Dus dat zal wel, als je laten we zeggen, maximaal panelen neerlegt voor eigen verbruik. Dat zal wel een impact hebben op je contract. En dan mogelijk ook op capaciteit. Maar het is niet zo dat onze klanten netto producenten business cases zijn. Nee. Even kijken, dan nog een specifieke vraag die refereert aan een van jouw grafieken. Daar wordt gememoreerd grijze stroom. Waarom zat er grijze stroom in de grafiek? Ja, dat is, zal ik maar even terugzetten. Omdat ik een vergelijking maak, wat zou de klant betalen voor inkoop van diezelfde stroom en wat betaalt hij voor de stroom die hij zelf geleverd krijgt. Ja. Dus kijk, het middenpunt is de berekening zoals wij die verwachten, dat is het scenario en dan heb je bandbreedte plus en min, dat moet ook omdat de klant daar zelf risico neemt. En dan afhankelijk van zijn tarief zie je of die qua leasebedrag of die minder betaalt met zijn lease of juist meer. Dat kan ook, want er zijn partijen die hebben ontzettend interessant ingekocht. Dus die betalen hele lage tarieven en dan is je leasebedrag in sommige scenario's hoger. Ja, dus in deze casus is het snijpunt bij 80%. Ja. En dat betekent? Dat dan de kosten voor die 80% op de grijze markt zijn gelijk aan het leasebedrag. Ja. Want even voor de goede orde, de kosten van grijze stroom realiseer je door het tarief maal verbruik. En de kosten van de leaseprijs is de correctiebedrag plus de opslag maal de productie. Stel nou dat je, het ligt natuurlijk aan wat voor activiteit je hebt, maar het zou kunnen zijn dat in een vakantieperiode of in een weekend dat er een veel lagere consumptie is van het aantal kilowatturen en dat er een overschot is van kilowatturen die geproduceerd worden en die dan teruggeleverd moet worden aan het net. Ja. Wie verkoopt die en voor wie is die opbrengst dan? Ja, dat is in principe wat je hier ziet, die 17%. Ja. Dat is iets wat NDP verkoopt, waar ook het verdienmodel van NDP op gebaseerd is. Oké. Even kijken of er nog verder goede vragen tussen zitten die we uh,
Even kijken, ja, er wordt hier nog ook een insidervraag. Sprake van een nieuwe boekhouding, boekhoudsysteem mogelijk per 1 januari 2019, een IFRS. Het zegt mij nog even niets, maar mensen die, of partijen die met zo'n boekhouding gaan werken per 1 januari 2019, bestaat dan voor hen die operational lease constructie nog? Ja, dat is waar ik net aan refereerde, die IFRS, dat zijn die afspraken die de bedrijven zelf hebben genomen over nieuwe accounting standards. Ja. En daar willen wij, daar heb ik de specialisten voor klaarstaan, daar willen wij wel een casus voor opbouwen. Dat je deze operationele lease niet als lange termijn verplichting zou moeten opbouwen, opnemen. Ja. Dat geldt dus echt voor internationale bedrijven. En ja, dat is een afweging natuurlijk die de klant wil maken. Dat gaat misschien iets te ver in accounting details, maar daar hebben bedrijven natuurlijk ook interne richtlijnen voor. Maar daar willen wij een klant graag bij helpen. Oké, top. Ja, ik denk dat we lopen uit in de tijd en ik zie dat er al enkele mensen stilletjes de zaal hebben verlaten, virtuele zaal hebben verlaten. Remco, ook super bedankt voor jouw presentatie. Nogmaals ook dank voor de andere sprekers, Jasper Lemmens van DNVGL, Peter Kolpaert van Entech en Remco Jongsma van NDP. Dank voor jullie bijdrage. Ik refereer graag nogmaals naar de conferentie waar deze drie specialisten ook op 18 mei dus verder in de diepte gaan over de onderwerpen zoals vandaag besproken. En nog wat andere topics zullen bespreken. Dus zij zijn daar aanwezig. Wilt u hen ontmoeten en verder praten over de mogelijkheden die zij hebben om u te helpen? Maak dan gebruik van ons speciale aanbod. U heeft de code ontvangen, de kortingscode, om nog met 10% korting de conferentie te bezoeken. Graag ontmoet ik u daar. Voor nu bedankt voor het deelnemen en tot ziens.